We gaan naar de winnares luisteren. De Olympisch kampioen op de 500 meter, Nau Kodaira. Nou, van harte gefeliciteerd. Het is je gelukt. Hoe zwaar waren deze dagen? Ja, eindelijk. Ik ben gouden medalist, Olympisch kampioen. Hoe blij ben je? Ja, wat gaaf. Heel blij. Dat is alles. Hoe moeilijk is het om het hele jaar de beste te zijn, dan de grote favoriet te zijn en het dan te moeten doen? Hoe moeilijk is dat? Ja, ik heb een beetje pressure. Ja, maar ja, ik blijf mezelf. En ja, ik ga gewoon mijn best doen. Dus ja, ik heb het gedaan. Hoe moeilijk was de start? Want je bewoog een beetje. Ja, een beetje. Ja, ja, ik dacht, ik verkeerde start. Vals. Vals start. Maar één keer. Je mocht toch weg? Ja, dus oké, ik moet te gaan. En dan rij je een race, ja, die is fantastisch, hè? Dat is een van je beste races van het seizoen. Ja, Laagland, world record. Ja, dat is ja, heel goed. Je moeder is er ook, hè? Want we hadden er in beeld. Hoe mooi is dat, omdat zij er ook is? Sorry, een beetje moeilijk. Je moeder, your mom? Mijn moeder en mijn vader, daar. Maar ik kan zoek. Ik kan niet zoek. Zoek. Ja. Vinden. Ja. Vinden. Ja. We hadden Marianne Timmer proberen aan de telefoon te krijgen. Die wilde je feliciteren. Kijk. Ja. Ik heb het gedaan. Wauw, ja. Vandaag ik in de bus. Ik dacht, lintje in de roodje lopen langs de lange Lindela. Ik dacht. Wat dacht je? In de bus. In de bus dacht je wat? Ja, ik dacht 100 keer. Lintje leren de roodje lopen en langs de lange Lindelaan. Lange Lindelaan dacht ze in de bus. Ja, Nederlands les. 3 jaar geleden. Duim omhoog van Marianne. Gefeliciteerd nou. Dankjewel. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan. Dat ja, knap hoor. Gaat er fantastisch af. Ik wilde net tegen jou.